Vandaag hadden we een open dag Japans drummen, taiko drummen ook wel genoemd. Onze leraren zijn helemaal uit Japan gekomen, zijn lid van Yamato, The Drummers of Japan. En zij doen al tours om de hele wereld al 20 jaar. En ze hebben al ontzettend veel shows gegeven en nu in Nederland geven ze les. Dus ja, dat is hartstikke leuk. Wat is precies jouw rol in dat verhaal? Ik help bij de Yamato Taiko School als assistent. Dus ik help met het organiseren van open dagen en in de lessen help ik er ook bij. Let's begin. Please choose any taiko you like. Taiko is a Japanese traditional instrument, so we came here to play music. However, taiko drumming is not only music, it is also a little bit of physical movement. Ikimasu. Seno! 1, 2, 3, 4! Go, run, switch, hash! 2, 3, 4! Go, run, switch, hash! Hoe is het om op zo'n enorme trommel te spelen? Het is hartstikke energiek. Ontzettend vermoeiend. Je ziet dat ik helemaal bezweet ben. Maar je krijgt gewoon energie van de mensen waarmee je speelt. Soms kom ik moe aan en daarna voel ik me goed. Maar ook gewoon, ja, ik weet niet, het beweegt iets in je. Normaal gesproken ben ik best wel stil. Dus om dat zo bij taiko dan toch los te gaan, is een bijzondere ervaring. Ja, ik vond het leuk om te zien, want het is heel expressief trommelen. Ja. Terwijl we dat misschien niet helemaal van de Japanse cultuur gewend zijn. Traditioneel is taiko drummen dus meer iets van de religie in Japan. En daar gebruiken ze taiko drummen voor bij de rituelen. Dus dan is het eigenlijk heel serieus en je maakt ook geen geluid. Maar Yamato heeft dus een soort van ook iets nieuws gemaakt. Dat ze dus taiko, ze vinden het geluid zo mooi en je kan zoveel mee uitdrukken. Dat ze daarbij dat ook overbrengen willen aan mensen. En dus van het serieuze een beetje af willen gaan. Natuurlijk zijn er serieuze stukjes in. En taiko wordt heel serieus genomen ook. Maar ook het goede ervan proberen we uit te drukken. Je hebt net meegedaan aan een workshop taiko drummen. Hoe is dat om op zo'n enorme trommel te slaan? Nou, is echt heel erg leuk. Je bent niet alleen met een stok op een trommel aan het slaan, maar je bent met je hele lichaam aan het slaan. En het kost veel energie, maar het geeft ook energie. Wat voor gevoel geeft dat? Nou, als je het samen doet, geeft dat een gevoel alsof je samen één groot lichaam bent, wat allemaal in harmonie hetzelfde doet. En dat voelt wel heel speciaal. En je probeert samen, zoals de leraar altijd zeggen, one sound te maken. Dus niet dat je in je eentje speelt, en maar met z'n allen maak je energie en doe je gek. En op een of andere manier proberen we dat aan de mensen die kijken, proberen we dat over te brengen. Als je nou in Utrecht woont en je wilt dit graag een keertje proberen of een beetje oefenen, wat moet je dan doen? Je kan een mailtje sturen naar yts@nokon.com. En je kan ook natuurlijk een keertje langskomen bij de les. Dus hier in Muziekhuis Utrecht. Om vrijdagavond om 6:30 begint de Basic 1 les. Dus ja. Dankjewel voor coming today. And I hope you had the fun. And we really hope to see you again sometime. Hi. Thank you very much. Dankjewel. Op het einde van de stap.